Even kijken hoor. Ja? Hallo? Joehoe. Met Mark Lammers. Met wie? Verder alles goed? Ja, met... Ik ben een hele grote fan van u, wist u dat? Oh-oh. Ik ben nog een grotere fan dan Erik Roodnat, omdat Erik Roodnat die spoort niet en die loopt eigenlijk maar wat. En eigenlijk wil ik hierbij duidelijk maken dat ik jouw allergrootste fan ben. Uh-oh. En ja, daarom ben ik jouw allergrootste fan. Ja. Ik kan geen leven bedenken zonder Willem de Ridder. Mijn leven is Willem de Ridder. Ik ben Willem de Ridder zelf. Kijk. Nou, ik bedoel... wat kan ik meer zeggen, hè? Ja, ik bedoel... Kijk, en het leuke is natuurlijk, als je fan bent van iemand, dan ben je ook eigenlijk fan van jezelf. Hè? Ik bedoel, hoe meer liefde je iemand geeft, hoe meer liefde je jezelf geeft. Als je maar iemand laat vallen, laat je jezelf vallen. Zo simpel is dat. Je kijkt voortdurend in de spiegel, dus... zo werkt dat. Dus het beste is als je inderdaad fan van iedereen bent. Hè? Echt waar, hoor. Want dan is iedereen fan van jou. Zo simpel. Als je iemand tegenkomt die jou ziet zitten, voel je meteen. Nou, geweldig. Ja? Goedenavond, ik spreek met Erik Roodnat. Erik Roodnat? Ja. Hi Erik. Ik wilde even terugkomen op het gesprekje wat Bart Lammers gevoerd heeft. Ja, ja, ja. Zojuist. Ja. En ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat Bart Lammers niet zo heel erg spoort. Bart Lammers is eigenlijk een drugsverslaafde. Ja. En daarom, ja, daarom lult hij af en toe wat. Daarom is dat eigenlijk zo. En ik ben uw allergrootste fan en niemand anders. En ik kan het zelf weten. Oh. Oh ja, ik wil ook nog de groetjes doen aan meneer Besteeg. Oké, okay, jong. Ja, ja, maar kijk, ja, weet je, het is, je kunt nog zo'n grote fan zijn van iemand, maar als je dan... de ander als totaal gestoord laat vallen, ja, dan laat je iedereen vallen, hoor. Linda, ik ben geen fan meer van de Spare Rib Express. Waar vies vanavond, boah. Schat, heb jij de Spare Rib Express laten komen? Nou, dat is om vragen, hè? Dat is echt om vragen. Hi, Aad. Nou zeg, ik hoor mezelf, mijn tv in de woonkamer, wauw, zeg die Vinster. Hey, we gaan maar door, zeg, schatten. Joehoe. Hallo. Ja, hallo, goedenavond. Goedenavond. U spreekt met de vader van Bart Lammers. Ja. Ik wil even mijn excuses aanbieden voor mijn zoon, Bart Lammers, voor zijn baldadige gedrag. Ja. Hierbij bied ik u mijn welgemeende excuses aan en hopelijk tot ziens. Doei. Oké. Okay. En een flink pak op de blote billen, hè? Dat helpt ook. Ik bedoel, dat soort gedrag op de radio nog wel. Dat kan toch helemaal niet, eigenlijk. Verschrikkelijk. Ongelooflijk. Wat hoog tijd voor normen en waarden. Normen en waarden, het woord alleen al, zeg. Hè? Ja. Het wordt tijd voor de Spare Ribs Express. Hè? Don't spare those ribs, hè? Flink tegenaan stompen. Ja? Goedenavond, met Versteeg. Meneer Versteeg. Ja, ik wilde eigenlijk u één ding mededelen. Dat is eigenlijk waar ik heel erg goed in ben. En dat is in non-stop Petje Jotemus. En Wat? Verder wil ik de groeten doen aan Charles Groenhuizen en François Boulanger. Oké. Okay. En ik wil ook de groeten doen aan Jeannette Legouw. Dit was... meneer Versteeg. Dag meneer Versteeg. Nou jongens, het wordt een bijzondere show vanavond, hè? Dat is duidelijk. De groetenshow. Geweldig. Ja, heerlijk. Au Willem. Au revoir. Bonne nuit. Hè? Enjoy the life. Geniet ze. Nou, dan ga ik maar eens even een sigaretje opsteken. Dat heb ik wel verdiend, hè? Na zoveel fanmail. Oh, er komt er nog eentje. Oh, dan gaat het. Ja?
Hallo? Goedenavond, u spreekt met Jacques Beesem. Ja, hallo. Ik had gisteren een blind date met een Jeannette Lagrau. En die is niet geheel spoedig verlopen. Oh. Nou ja, omdat we allebei best wel zenuwachtig waren. En gingen dus allemaal een beetje stroef. Ja, toen had ze op een gegeven moment een wijntje op. En toen kwam ze ineens uit de kast. Ze zei dus dat ze lesbisch is. Ja. En toen liep ik dus kwaad weg. Ja, ik ben er nooit meer overheen gekomen sinds gisteren. Ik werd er helemaal gek van. Ik kan niet meer tegen. Doei. Ja, lesbisch zegt dat. Het gaat ook wel heel ver, hè? Mijn god zeg. Dat het nog bestaat? Dat het afgeschaft was? Dat heeft de regering toch verboden, dacht ik. Ik bedoel, hè? Ja, normen en waarden zeg. Jezus. Lesbisch. Gewoon spare ribs. Don't spare those ribs. Gewoon eens stompen, hè? Tuurlijk. Belachelijk. Maar we gaan verder met ons programma Standpunt.nl. Ja. Het standpunt is dus, zijn we fan of niet? Nou, lieve schatten. Het is heerlijk om er weer te zijn. Het is ook heerlijk dat de radio overgenomen wordt door een aantal professionele radiomakers die er werkelijk iets prachtigs van maken. Heerlijk. En ja, op de chat ook is het heel gezellig. Echt lachen. Liesbes, ja. Ja, straks belt er nog meer familie. Hoi, Guus en Linda. En Aad en allemaal. Iedereen, het wordt zo gezellig. Hè? Er komen ook, zo rondom deze tijd komen er steeds meer bij. Zo, weet je wel. Dan klapt de deur weer open. En dan komt er iemand gezellig binnen. Het is zo leuk. Heerlijk. Nou, vanavond ben ik redelijk op tijd, alhoewel alle lichten op groen rood sprongen en de brug ging open. En ik kwam in een straat terecht waar alleen maar taxis stonden te wachten, dus ik kon meewachten. Ik dacht, oh mijn god, dan dacht ik, oh nee, niks aan de hand. Nee hoor, ik kom ruim op tijd. Nou, ik was ruim op tijd. Ja, gezellig. Even een sigaartje aansteken. La vita bella, hè? Zeker. Ja, we hebben echt wat dat betreft een programma wat geheel beluisterd wordt door fans. Hè? Een lesbi op een blind date blijkt de ander een man te zijn. Ja, dan vraag je het er ook om. Hè? Ja, precies. Precies. Is gewoon zo. Ja. Draai alles gewoon om, komt alles goed. Hè? Precies, gewoon omdraaien. Gewoon omdraaien. Gaat ie weer. Doep. Ja? Goedenavond, u spreekt met Peter Timofee van het weer op RTL 4. En ik wou even in uw show het weer voorspellen. Oké. Okay. Morgen waarschijnlijk. Regenachtig, of regen denk ik. Misschien dat het zonnetje er ook nog even doorheen komt. Ja, verder weet ik niet wat voor weer het wordt eigenlijk, dus het is nog maar even afwachten eigenlijk. Ja, ja. Nou ja. Doei. Doei. Ja. Ja, het is even afwachten hoor. Je weet maar nooit, hè. Dus even een asbak pakken hoor. Nou, het is wel handig dat vanavond het hele programma wordt geheel verzorgd. Het is fantastisch. We hoeven alleen maar met z'n allen te genieten. Ja, Marianne Vrie komt binnen. Hé, hey, Marianne Vrie. Leuk. Hallo, Marianne Vrie. Nou, ze wordt hartelijk begroet. Kijk, daar gaan we weer. Ja? Goedenavond, u spreekt met Piet Paulusma. Ik wou even zeggen dat ik veel beter het weer kan voorspellen dan mijn collega Peter Timofeev. Ah, gelukkig. Dus ik zal maar vast beginnen. Het gaat dus helemaal niet regenen morgen. En het zonnetje gaat schijnen. En ja, dat is alles wat ik te zeggen heb. Want als het zonnetje eenmaal schijnt, nou ja, dan kun je ook niet meer treurig zijn.
En dan moet je wel vrolijk zijn, want ja, het zonnetje brengt vreugde met zich mee. Dus, maar goed, ik heb het weer voorspeld en beter als Peter Timofeev, hoop ik. Nou, bedankt dat ik het mocht zeggen. Doei doei. Oei. Nou, heerlijk, want ja, kijk, het is natuurlijk ook, het is november. En ja, we verwachten toch minstens 20 graden nietwaar. Ik bedoel, we hebben van de week, hebben wij dus het afgelopen weekend, hebben wij dus een spirologie weekend gedaan. Zaten we met z'n allen in de tuin. Zeker in de zon. Heerlijk warm, verrukkelijk. Nou, tropisch Nederland, hè? Toch geweldig. Nee, dat is helemaal geregeld. Dus, ja. Maar Ben, die Aartje blijft luisteren. Die zit even in de cuisine, maar die hoort alles, hoor. Die heeft de computer heel erg hard staan, dus die... ik ga hem nu even roepen. Hey, Aart, Aart, hoor je me? Ja, hij hoort me. Ja, dat is heel goed. Nee, dat is allemaal geregeld. Goed. Nou, de Finster die is weggegaan. En... ja, Ron die komt erbij. Ja, de ene gaat weg en de ander komt terug. Zo gaat dat. Maar ondertussen gaat het verder gewoon. Maar hallo, ja. Ja? Goedenavond, u spreekt met Peter R., de misdaadverslaggever. Ik wil graag misdaden bestrijden. U kent mij wel, dus... maar wilt u mij helpen misdaden bestrijden? Bestrijden? Als u wilt, alvast vriendelijk bedankt. Ik bel u er later over terug. Doei doei. Ja, zo. Dat wordt een hele show, dames en heren. Dus dat allemaal klaar. Je hoeft maar de telefoon in te drukken en een hup. Gaat er weer een stukje band, hè? Een stukje MP3. Een stukje... pod. iPod. Ach, lieve schatten. Hé, hey, daar is Ron. Hè? Joehoe. Sassafras. Tovenaar. Guglielmo. Ron, two for two. Pleasant. Pelikaantje. Ah, Pelicana. Ah, Pelicana Bella. Mularis. Mousie. Marianne Vrie. Die is net het boek aan het lezen, die schat. Marcus 20. Linda. Oh, Linda Bella. Ja? Ja, hallo. U spreekt met Charles Groenhuizen. Ik wou even vertellen dat ik uw boek Spiegologie 100 keer gelezen heb. Ja, 100 keer. Ja, want dat komt omdat als ik een boek mooi vind, dan lees ik het precies 100 keer. En dat is een soort dwangmatige tik van mij. Dat is een soort ziekte. Maar ik kan er helaas niets aan doen. Nou ja, dat wou ik even kwijt. Oké, nou, ik zou zeggen Leidse, hè? Heerlijk, zeg, 100 keer. Ja, geweldig. Ja, dat is fantastisch. Kom je gewoon je huis niet meer uit. Prachtig. Ja, nou, en zo gaan we maar door. Als jij er dus tussen wil komen, tussen deze prachtige show, dan moet je gewoon even, ik zal je even het telefoonnummer geven. Dat is 020, ja, 68-55-222. Dus weet je dat? 020-68-55-222. Dus als je denkt van nou, ik wil nu wel even iets anders, of iets anders roepen, of even kletsen, of een beetje gezellig doen, prima. Gewoon 020-68-55-222 en ik neem gewoon de telefoon op en we gaan gewoon gezellig tetteren. Maar als je het ook leuk vindt om hoorspelletjes te spelen, of boodschappen door te geven, of wat je maar wil, hè, doen. Ik vind het prachtig. Heerlijk. Dit is jouw show en jij maakt ervan wat jij wil. Hè? Zo is dat. Heerlijk. Oh, weet je wel? Hallo? Joehoe. Ja, goedenavond. U spreekt met Marcus. Dag Marcus. Ik had u de vorige week gebeld, als het goed is. Ja, en je hebt mij ook een mailtje gestuurd via Vraag Maar. Ja, dat klopt.
Maar ik heb dus geen opname van de vorige uitzending. U kunt er niet voor zorgen voor de opname van de vorige week? Nee, nee, jammer genoeg niet. Oh, dat is heel jammer. Maar er is kans, Jaap... Ja, Jaap Bruin bedoelt u? Ja. Nou, daar heb ik op die site gekeken en ik heb daar een fragment inderdaad van kunnen downloaden. Dat is een 14 minuten durende MP3-bestand. Oh. Maar er staat wel wat op, alleen helaas niet het gesprek wat ik met u gevoerd heb. In John Verbeda. Nou, jammer jong. Ja, maar dat op zich is dat niet zo'n heel probleem hoor. Oké. Okay. Maar hoe gaat het verder met u? Nou, ik zou je zeggen, ik ben helemaal geïnspireerd geraakt door de nieuwe ontwikkelingen. Ja. Waar we nu mee bezig zijn om zeg maar een hoop zeg maar oude hoorspelen en interviews en programma's die ik op Radio 100 maakte en sprookjes en zo op het internet te gaan zetten. Ja, want ik had laatst ook van ridderradio.com had ik een hoorspel gedownload. Ja. Als het goed is, toelatingsexamen, kan het kloppen? Zou kunnen, ja. Dat heb ik gedownload en dat vond ik erg leuk om te horen. Ja, ja, ja. Maar dat is ook alweer van een tijdje terug, hè? Ja, maar we gaan nu echt gaan we het groots opzetten. Oh, het wordt nog groter. Ja, in ieder geval dat er een hoop te beluisteren valt. Oh, dat valt allemaal te beluisteren. Ook, ja, kun je downloaden, kun je doen wat je wil. Oh, dat is geweldig. En weet u ook ongeveer wanneer dat... Nou, we zijn nu druk bezig om een nieuwe computer daar... we hebben een tweedehands computer hebben we aangeschaft. Die gaan we nu installeren. Dus dat duurt nog een paar weken. Oh, oké. Okay. Maar dan gaat het rustig aan beginnen. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, nee, ik vind het heel spannend. En ik hoorde net uw gesprek ook met... ik weet niet meer hoe die jongen heet. Mm-hmm. Maar u had het ook over dat internetradio... bij autoradio's ook misschien in de toekomst te beluisteren. Ja, dat komt spoedig hoor. Want ik las op uw site ook iets over wifi en PDA-radio's. Ja. En dat er al rapporten waren van de straat. Ja. Waar al DFM beluisterd kon worden. Ah, via wifi. Ja, zoiets had ik begrepen. Ja, nee, zeker. Dus dat is natuurlijk echt de toekomst van het heden. Ja. Ja. Nou, ze zijn inderdaad in bepaalde steden. Ja. Zijn ze al van plan om de hele stad gewoon onder de wifi te zetten. Oh. Zodat je zeg maar met je laptopje echt in het park kunt gaan zitten en op internet kunt gaan. Oh, dat is helemaal mooi. Ja, ik bedoel, met een auto ook. Je hoeft maar een klein antennetje in het dak in te bouwen, bij wijze van spreken. En binnen de kortste keer kun je op een gegeven moment via internet duizenden radiostations beluisteren. Snap je? En het is natuurlijk portable, dat is allemaal heel handig. Ja. Ja. Nee, dat is waar. En ik had nog een ander vraagje. Ja. Of niet echt een vraagje, maar klopt het dat u binnenkort ook naar een lezing gaat? Naar een lezing? Ja. Of heb ik me daarin vergist? Want mijn broer gaat namelijk binnenkort naar een lezing. Volgens mij is dat volgende week. Ja. En hij, volgens hem schijnt u daar ook bij te zijn. Dus even kijken. Waar? Ik weet niet precies waar het is, maar is dat op een zaterdag? Op zaterdag geef ik een toespraak in Terschelling. Oh. Ja. En dat kan misschien zijn wat mijn broer bedoelt, of niet? Dat zou kunnen, ja. Dat hij naar Terschelling komt. Want dat is... Dat zou best kunnen. Ja. Ja, want mijn broer had het over een lezing, maar ik weet niet of het echt een lezing is, maar... Nou ja, ik lees natuurlijk nooit voor. Ik bedoel, ik vertel een heel verhaal. Aha. En dat is inderdaad in Terschelling. Oh, dat zou dan best en dan kom ik, met de eerste boot de volgende dag verder, want dan zit ik in Krasnapolski op zondag. Oh, wacht, volgens mij... Ja. En dan ben ik van 5 tot 6... Ja. Praat ik met Herman, met Michel Merle. Ja. Over een unieke ontdekking over een cultuur van voor de ijstijd. Oh, oké, daar heb ik u al inderdaad eerder over gepraat. Ja, daar hebben we wel eens uitzending over gemaakt. Klopt, en zo. Ja. Ja. We hebben met mijn broer, dat had ik u vorige week ook al verteld, bezig met spiritualiteit en zo. Nou, misschien dat je naar dinges komt, naar... Terschelling. Terschelling, dat zou gezellig zijn. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Ja. Ik zei nog van, als je naar Willem toe gaat, of niet per se naar Willem, maar als je daar naartoe gaat, doe hem dan maar de groeten, want hij weet nog niet ben. Ja. Dus. En op komende zondag, aanstaande zondag, dan open ik een tentoonstelling in een galerie van erotische kunst. Oh. Dan hou ik een toespraak over de geschiedenis van de erotiek. Ah, dat is ook interessant natuurlijk. Ja, zeker. Dat is op de
Prinsengracht, Hoek Spiegel. Aha, daar dus. Hoek Spiegelgracht, Prinsengracht, ja. Ja? 540 Prinsengracht. En dat heet Bouwbo. Oh, oké. Okay. Bouwbo in Amsterdam. En dat Bouwbo is ook zo mooi. Ja? Dat is een hele oude godin. Ja? Daar hoor je niet zoveel over, maar je moet maar zonder B-A-U-B-O kijken op internet. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord inderdaad. Van Google. Ja. En dat is een godin die sprak door haar kut. Oh. Juist. Dat is wel heel apart, ja. Ja. Heel apart. Ja, daarom in christelijke Europa hoor je er niet zoveel over. Nee. Maar Bouwbo, dat was een hele beroemde, echte, de vrouwelijkheid ten top. Ik zal het eens opzoeken inderdaad, ja. B-A-U-B-O. B-A-U-B-O. Ja, ja. Of, ja, okay. En als je bij afbeeldingen kijkt, zie je een hoop leuke afbeeldingen. Oh, oké, okay. En dan zie je ook dat ze dus door haar, je weet wel, praat. Ja, 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 prachtig. Aha. Ja, 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 ja. Nou ja, interessant. Ja, zeker. Ja, maar ik had ook nog een andere vraag, maar dat weet niet dat het zomaar... maar ik woon in Purmerend, dat had ik ook al eerder verteld. Mm-hmm. Maar het leek me wel eens leuk om eens een keer in de DFM-studio te komen kijken. Aha. Als die mogelijkheid er tenminste is. Ja, dan moet je even naar dfm.nu gaan. Ja. En dan moet je gewoon contact opnemen met die operator daar. En dan moet je vragen of dat mag en of dat kan. Dan moet ik gewoon even een mailtje sturen. Ja, kun je doen. Nou, een mailtje. Ik gooi via de chat. Oh, dat kan ook. Want meestal is hij wel 's avonds op de chat te bereiken, operator. Dan vraag je gewoon, kan ik een keer langskomen? Oh, oké. Okay. Hè? Ja, ja. Nee, want is het ook mogelijk om... Nou, dat om een keer met u bent alleen op de vrijdagavond aanwezig in het DFM studio? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nee, oké. Okay. Nee, want ik had van mijn vroegere schoolvriend, John, ja. Had ik gehoord dat hij wel eens met u afgesproken heeft. Kan u zich dat nog herinneren? John wie? Verwerda? John Verwerda. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ik heb natuurlijk al zoveel ontzettend veel gedaan. Ja, dat is al zo. Volgens mij is het ook alweer een paar jaar geleden. Ja, 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 ja. Ja, ja. Hij heeft in ieder geval verteld dat hij toen bij u in de studio was. Ja, nou, zou kunnen, ja, inderdaad, ja. Maar, nee, maar dat, ik zal een keer contact opnemen dan met... Okidok, jong. Ja. En ja, als je een keer leuk vindt om hier bij deze uitzending te zijn... Dat lijkt me heel leuk, ja. Ja, dan moeten we maar iets afspreken. Dan moet je maar via vraag maar zeggen wanneer je kunt en dan maken we wel een afspraak. Hè? Oh, dat is prima. Jij weet wel via willemderidder.com. Ja. Oké. Okay. Oké, jong. Nou, bedankt. Goed. Doei, doei. Geniet ze. Doei. Dag. Zo. Nou. Ja, het vliegt er voorbij, schatten. Hè? Gewoon lekker een beetje... Kletsen, Tommy komt binnen. Oh, die gaat ook bellen natuurlijk. Ja, dat is duidelijk. Om via de Mac te gaan streamen. Ja, met Willem? Yo, man, goedenavond. U spreekt met Bruce Springsteen. Bruce ik Springsteen. Ik wou zeggen dat ik een tougher band dan de rest. En gewoond heb in de streets of Philadelphia. Wauw. En ik ben geboren in de US of A. US of A. Ik wou laten weten, man, bye bye. Wauw, man. Wauw, yeah, man. Bruce Springsteen. Ja, met Willem. Hi, Willem. Hi. GT hier. Wie? GT. GT. Ja, ik ben nog een beetje buiten adem, maar ik ben helemaal over de vluchtheuvel gekomen. Wauw. Hey, maar ik hou niet zo van... massale dingen georganiseerd en door mensen en wat even allemaal. Maar ik heb hier iets dat wil ik graag aankondigen. Ja. En dat is deze komende zaterdag. Dat is de natuurwerkdag. Dan het is een oproep aan heel veel mensen. En dat gebeurt al sinds 5 jaar. Dan gaan tienduizenden mensen, vrijwilligers zoals jij en ik, zo, die gaan gewoon de natuur in. Om daar de boel een beetje netjes te maken, op te ruimen, zeg maar. Wauw. En ja, dat varieert van struikenplanten, heideplaggen, wilgenknotten, broeihopen aanleggen enzovoorts allemaal. Op 230 locaties kun je onder professionele begeleiding aan de slag. En ja, je bent gewoon de hele dag bezig, lekker buiten. En dit is de 5e. Nou, ik zou zeggen, als je geïnteresseerd in bent om lekker naar buiten te gaan op zaterdag en lekker werken in de natuur en ook goede dingen doen, voor de natuur dus, kijk dan op www.natuurwerkdag.nl. www.natuurwerkdag.nl.
Dus dat is iets wat van massaal wel goed is. Hoe meer mensen de natuur induiken om daar het allemaal lekker weer op orde te maken, hoe beter natuurlijk. Ja, geweldig. Waar ben jij nu? Waar ik ben? Ja. Ja, in Limbo heet dat. Ik ben ergens overal tussenin. Ik ben niet hier en ik ben niet daar eigenlijk. Op reis? Ja, half. Maar dat doet er allemaal niet toe. Dag mevrouw. Hoi. Hey, maar ik ga hangen en het was gewoon, ik wil even wijzen op de natuurwerkdag.nl. Oké, okay. Goed jong. En ja, geweldige uitzending. Hey, dankjewel hè. Ga zo door. Yo. Hoi. Dag. Ja. Lieve man. Morgen actie gevoerd in PSV Hoofdstraat. In de PSV Hoofdstraat? Ja. Yeah. Wat voor actie? Ik heb tegenactie. Tegenactie? Ja. Yeah. Hoezo? Gaat de mensen eerst een museumplein op voor tegen bond. Tegen bond? Ja. Yeah. Oh. Ik poseer voor bond. Welke soort schoenen heb je aan? Ook leren schoenen? Leren schoenen? Ja. Yeah. Mag dat ook niet meer? Als je bond draagt, dat mag ook niet meer. Nee. Nee. Uh-oh. Dan moeten we schoenen van biefstuk gaan dragen. Ja. Hè? Oh. Ja. Ik ben voor bond. Voor bond? Ja. Oké. Okay. Jij bent tegen bond. Je moet tegen actie voeren. Ja, maar kijk, hoe meer ze tegen bond actie voeren, hoe populairder bond wordt. Ja. Is het helemaal zo? Ze maken publiciteit, hè? Ja. Tuurlijk. Ja. Mij kan niet schelen. Nou, wow. Mag net, hoeft mij niet, maar. Nou. Ja, ik heb heel vroeger, geloof ik, heb ik wel eens een derdehands bondjas gehad, geloof ik, ja. Zo van een gekrulde zwarte bond, hoe heet het ook weer? Nets of? Ja, nee, geen nets geloof ik. In welke soort dan? Ja, ik weet niet hoe dat heet. Er is een bepaalde naam voor. Ja. Ja, ach. Maar ik heb al heel lang geen bond meer. Nee. Nee. Ja, mijn mag bond taak van, weet dat? Muzesraad en konijnen. Bond en als je gegeten wordt die. Wat die vlees mag mijn dragen dan. En koeienbond, is dat ook? Nou ja, soms opgehangen, die vellen. Oh ja, ja. Of ja. Over tafel of soms. Of op. Zien soms mooi uit, die dingen. Ja, ik hou wel van hondenbond. En kattenbond. Oei. Hè? Lijkt me wel leuk om een jas van kattenbond te hebben, toch? Ja, waarom niet? Ja. Dus ik wel tegen normen, man. kattenbond, hè? Ik ja, kan een ding bij Koran bestellen, of niet? Zuid-Korea, of niet? In Korea, ja, daar honden zat. Daar hebben ze honden zat die naar de slachterij gaan, ja, ja. Dat is waar. Ja, nee, dat is waar. Ja, van die juist het haag thuis. Ja, nou, misschien hebben ze ook wel inderdaad hondenbond. Honden, klinkt ook goed, hè, hondenbond, hè? Hondenbond. Maar je vraagt mij eens hondenbond. Ja, ik ben een tijdje in Nederland geweest. Gelijk posteren over die. Dat het eerst net bond was. Ja. In winkeltjes. Soort. Speeldingetjes. Dat eerst de meest net bond is. Was echt. Bond van dieren. Oh. Van katten en honden.
Oh, dan verkopen ze echt bont en dan heb je nog een labeltje nepbont. Maar weet ik niet, maar wel dingen nep dingen koopt. Ja, ja, ja. Ja, mag mij ook traag leer van de hond. Ook opgezet op die ronde, of niet? Ja. Ach ja. Ja, op het ogenblik is dat wit-zwart gevlekte koeienbont is populair, hè? Ja? Ja, ik heb nog schoenen, er zit een beetje koeienbont op. Zo? Ja. Ja. Ook kies ben je leuk. Misschien moet ik die morgen maar even aantrekken. Hè, en even naar het Museumplein gaan. Ja. Ja. Morgen zeker. Uh-oh. Wat is er? Internet te posteren er weer over. En nu is het ook nog natuurwerkdag, hè? Ja. Morgen. Natuurwerkdag. Jeetje, Mima. Ja. Nou, als je geen zin hebt, kan ook nog even naar Museumplein toe. Nog naar richting PC Overstraat. Ja. Nou, moet maar kijken. Wil ik geteld? Jij gaat naar Noordkerk? Naar? Noordkerk morgen, of niet? De Noordermarkt, ja. Noordermarkt, ja. Noordermarkt, ja. Ja, een leuke markt is dat, hoor. Ja. Je hebt dat ook Nieuwmarkt, hebben we daar ook? Ja, Nieuwmarkt ook, ja, ja. Dikwijls ga ik ze naar allebei. Dan ga ik eerst even langs de Nieuwmarkt en dan ga ik daarna langs de Boerenmarkt. Is hetzelfde Boerenmarkt? Ja, 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 ja. Ja, maar bij de ene hebben ze toch iets andere dingen weer dan bij de ander. Ja, nee, leuk, hoor. Het wordt maar iets groter, heb ik, hè? Hè? Bij Noordermarkt is groter. Ja, iets groter, ja, ja. Is ook ouder. Ja. Ja, ander werkt het niet, hè? In stad en land. Hè? In Hoofddorp en Alkmaar lukt niet, geloof ik. Boerenmarkt. Oh, dat weet ik niet. Dat is vrij jammer, eigenlijk. Ja, nee. In Engeland gaan er steeds meer boeren nu tegenwoordig weer op markten staan, hè? Ja, want ze verdienen zelf niks meer. Die supermarkten die nemen ze al het geld af. En dan gaan ze gewoon zelf weer op de markt staan met hun eigen producten. Ja, geloof ik bij Noordermarkt iemand staat geitenkaas. Zelfgemaakt geitenkaas. Ja, 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 ja. Ja, heerlijk hoor. Heerlijke dingen. Ja, lekkere dingen in. Ja, ja. Nee, verrukkelijk. Ja. Nee, echt een aanwinst. Oké. Ja, oké, okay, jong. Tot ziens. Gezellig. Misschien over een week ziens. Oké. Okay. Kasporski. Of niet, weet ik niet. Hoe voelt. Nou, moet even kijken. Okay. Hè? Doei. Doei. Tommy. Tommy Bella. Ja, geweldig. Heerlijk. Oh, Tommy Bello is het natuurlijk, hè? Bello, Bello, Bello. Mannelijk, hè? Mannelijk. Ach ja, schatten. Wat heerlijk toch. Ik vind het zo gezellig om zo met elkaar te kletsen, zo, hè? Heerlijk. Ja. 020. Ah. Joehoe. Hallo? Ja, hallo, goedenavond. U spreekt met François Boulanger. François. Ik wil even mededelen dat ik graag Lingo weer wil gaan presenteren. Hmm. Want wat die Lucille Werner er nu van bakt is echt naar de noppes, hè. Dat is niks aan. Dat is gewoon niet leuk meer. Nee. Dus, oh sorry, ik schiet een beetje ervan in de lach. Maar ja, het komt omdat ik nogal een lachkick heb de laatste tijd. Maar bij mij gaat verder alles wel goed hoor. Maar ik wil gewoon Lingo weer presenteren. Nou ja, doei doei. Ja, gelijk heeft hij. Gewoon een beetje lacherig lingo, hè? Lingo. Ja, ik kijk nooit televisie, dus ik heb lingo. Wat is nou weer lingo? Dat is ook weer een spel natuurlijk, hè? Lingo. Zit je op het toilet, Willem? Ja, hoe weet je dat? Ja, ik zit een beetje te persen, inderdaad. Wacht even hoor, wacht even. Ja. Heerlijk, zo. Spoepen toch heerlijk, hè? Joehoe. Hallo Willem. Ja?
Hoe gaan de zaken, jongen? Nou ja, de zaken gaan... Erg goed? Ja, redelijk goed, ja. Hebben we erg veel zin in? Nou, dat wel, ja. Ik heb op het ogenblik, voel ik me uitermate geïnspireerd om een nieuwe afdeling van Ridder Radio op te zetten, ja. Nieuwe afdeling? Ja, wat geweldig, hoor. Ja? Ja, wat heel leuk. Echt grote plannen weer? Ja, we gaan nu echt een heel archief ter beschikking stellen. Zodat je hoorspelen en oude interviews en sprookjes en zo. Oh ja, geweldig. Ja. Ja, dus ik ga nu een klein studiootje bij mij thuis opzetten. En dan ga ik rustig een hoop dingen rustig op de site zetten, weet je wel. Een kleine studio. Ja, gewoon thuis boven heb ik een klein studio. En op de site staat dat die opgegeven is, hè? Wat is opgegeven? Nou ja, de studio van Ridder Radio. Mm. Althans, het staat op jouw site vermeld. Of weet je dat niet meer? Nee. Dat stond de centrale studio. Oh, de centrale studio. Oh, ja, nee, wacht even. We hebben dus, zeg maar, voor mensen die uitzendingen maken live... Oh, daar is de centrale studio. Daar is geen centrale studio, dat doet iedereen thuis. Oh. Snap je? Ja, dat is wel een leuke dat mensen er thuis doen allemaal, hè? Ja, tuurlijk, heerlijk. Dat is uniek. En we gaan nu inderdaad gaan we weer een heel nieuwe serie mensen aansluiten. Ik heb vandaag nog even gesproken met Ronald Jan Heijn. Zo. Dat is de man van Oi Bibio toen, weet je wel. Ja. En die heeft net een film gemaakt. En die komt binnenkort uit. En die wil ook eigenlijk heel graag, wil je al een hele tijd... Wil je uitzendingen gaan maken? Interessant. Ja, zeker. En zo zijn er meer mensen hoor, die hele bijzondere mensen die allemaal uitzendingen willen maken. Dus wat alleen, elke avond zijn er al allerlei uitzendingen. Ja, het komt er steeds meer bij. Ja, leuk hè? Hoor ik. Ja. Ja. En ook heel gezellig, er zijn ook steeds meer luisteraars en de chat is ook heel gezellig. En, ja. Maar ja, nu wat er nog ontbreekt, is dus zeg maar dat je buiten de live uitzendingen om ook kunt luisteren naar hoorspelen, naar sprookjes, naar interviews en naar dingen die ik al vroeger gemaakt heb. Maar ook dat je beelden ziet waar verhalen bij verteld worden. Ja. Snap je? Dat je zo ineens zo in een bepaalde trance kunt komen, zo weet je wel? Ja. Heerlijk. Nee, dat wordt genieten. Zo stel dat het mag. Interessant. Ja, ik hou ervan, hè, om... Ja. Leuk spelen, toch, hè? Ja. Precies. Hebben er al veel mensen gebeld vandaag? Ja, het blijft maar doorgaan, jongen. Het is echt de een naar de ander. Ja, dat is eigenlijk waar het programma voor bedoeld is, toch? Ja, natuurlijk, toch. In het begin durfden mensen niet zo goed, maar ze worden steeds makkelijker. Ja, het is een soort, ja, je moet er gewoon doorheen komen, volgens mij. Precies. Dat heb ik wel. Ja. Gewoon eventjes aan wennen dat je gewoon kunt kletsen, niks aan de hand. Ja. Hoe is het met jou verder? Nou, bij mij is het wel goed, ja. Ja, eigenlijk niet zo. Ja, eigenlijk niet echt nieuws eigenlijk, maar ja, het gaat wel goed met mij dus. Ja, waar ben je mee bezig op het ogenblik? Nou, ik ben net ingeschakeld bij jou, dus ik heb het uurtje anders gemist. Ja, maar wat doe je zo in het dagelijks leven? Ik werk op een school, hè. Op school? Ja. Althans, in de catering. Oh, de catering. Oh ja, dat heb je toen verteld, ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus ja, dat gaat nog steeds door. Ja, nou, gezellig toch? Ja. Heb je ook leuke contacten met de kids daar? Nou ja, met mijn collega's wel, maar ja, ik werk niet echt met de kids. Hoor. Oh, je zat in de keuken? Ja, in de keuken, ja. Ja. Gelukkig heb ik niks met de kids te maken. Oh, hoezo? Nou ja, het is echt van dat volk, nou niet echt asociaal, maar ja, ik ken ze ook allemaal niet hoor, dus ja, ik heb er niet zoveel mee gezegd. Nee. Hoe oud ongeveer? Vind ik ook niet, wat zeg je? Wat voor school is het ook? Op wat voor school het is? Ja. VSBO of zoiets? Wat voor opleiding bedoel je? Ja. Ik weet voor de huishoudkunde weet ik dat en voor de ICT. Oh ja. Maar ik weet dat eerlijk gezegd, maar nee, dat werkt dus niet. Nee. 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 Ja. Ach ja. Ach ja. Maar goed, als je je maar vermaakt. Ja, dat jij ook volgens mij, hè? Precies. Ja. Dat is heel belangrijk dat je het leuk vindt gewoon, snap je?
Ja, bellen er niet rare mensen of zo, volgens jou, of niet? Wat zeg je? Rare mensen. Nee hoor. Volgens mij zijn er ook steeds nieuwe mensen, hè? Ja, en er zijn natuurlijk ook, zo nu en dan zijn er shows tussendoor. Ja. Hè, mensen die bijvoorbeeld ineens Bruce Springsteen zijn of zo, of... Of mensen die zeggen met een keurige stem van... Ik ben de heer Van Schaik en ik ben een grote fan van u. Weet je wel? Wat zeg je Goedenavond. Wat zeg je nou? Hè? Dat er mensen fan van jou zijn. Ja, dat mensen dan keurig opbellen, weet je. En ik ben een veel grotere fan dan die idioot, die andere man. Die andere man belt even later op en zegt... Nee, ik ben een veel groter... Ja... Dit is waar je mee bezig houdt. Ja, precies. Leuk toch, hè? Allemaal vermaak. Ja. Maar je kan er wel om lachen, hoor ik. Ja, heerlijk toch? Ja. Heerlijk. Mm-hmm. Nee, ik moet je zeggen, ik zit er altijd de uren te genieten hier, hè? Die twee uurtjes, die vliegen voorbij. Ja, ik is dat zo. Als je eigenlijk als je iets leuks vindt, dan gaat de tijd snel. Ja, dan bestaat de tijd niet eens, hè? Nee. Ook zo'n stomme uitvinding, die tijd, hè? Ja, er zit een hoop aan verbonden, helaas. Oh, hou op. Ja. Ik weet niet wie het uitgevonden heeft, maar dat is echt een van de meest gruwelijke uitvindingen ooit. Tijd, zeg. Maar toen jij geboren werd, toen was het zeker al tijd. Ja, nee, die tijd is al heel lang natuurlijk, hè. In het Romeinse Rijk begonnen ze al te klagen over de terreur van de zonnewijzer. Mm-hmm. Hadden ze zonnewijzers, weet je wel. Ja, vroeger konden ze aan de zon zien toch hoe laat het was. Tuurlijk, ja, hoe laat, op welk moment van de dag je was. Mm-hmm. Toen hadden ze het niet over later, vroeg, weet je wel. Ja. Dat is ook zo leuk, ik heb jarenlang in Italië gewoond. Ja. En dat doen ze ook niet aan tijd, weet je wel. Dan komen ze 's middags langs en dan komen ze wel eens langs. Ja. En dan ga je niet zitten van, oh god, het is al 3:15, hij is er nog steeds niet, weet je wel. Ja. Nee hoor, hij komt wel. En je ziet wel wanneer. Dus je gaat ook niet zitten wachten, weet je wel? Dat is ook zo leuk. Ja. Heerlijk. Ja, dat is waar. Ja. En daar stond in dat dorp waar ik woonde, stond ook op de muur geschreven... Leven om te zijn, niet om te hebben. Ja. Mooi, hè? Mm-hmm. Ja, vond ik prachtig. Ja. Ja. Ja, die mensen genieten toch echt van het leven, hè? Als om 1:00 is het lunchtijd. Mm-hmm. En dan is het hele land valt stil. Iedereen gaat lunchen. En niet even... Weet je wel, van 1 tot 4 nemen ze de tijd. Heerlijk eten, wel een dutje, weet je, en dan gaan ze weer aan de gang. Dat is waar, ja. Ja, geweldig. Zo hoort het. Ja. Ja, jongens, fantastisch. Niks economie, weet je, niks druk, weet je wel, zo. Mm-hmm. Ja, heerlijk. Oké, hey, maar ik ga weer ophangen, dan gaan we verder thuis, gezellig. Oké, jong. Oké. Leuk dat je belde. Oké, doei. Tot spoedig. Gewoon lekker verder luisteren, hè? Heerlijk. Joehoe! Ja, hallo, ik spreek met Henny Huisman. Ik wou nog even graag het liedje Surprise, Surprise ten gehore brengen. Als u het niet erg vindt. Nee hoor. Dan gaat hij dan. Joehoe! Surprise, Surprise! La 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 la, Surprise, Surprise! La 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 la, Surprise, Surprise! Nou, dat was een Surprise, Surprise. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. En nou ja, misschien ben ik nog wel eens een andere keer met een ander liedje. Oké, doei doei! Nou, geweldig. Hè? Surprise, Surprise! Dat blijft meteen in je hoofd zitten, hè? Surprise, Surprise! Surprise, surprise. Ja. Boink. Even Onno weer. Ja, Onno. Zit ook melk hormoon huishouding nog? Hormonen. Hormonen? Ja. Ja, nou, ik zoveel weet ik er nou ook weer niet van, Onno. Nee. Maar ik weet wel dat het... Dat het inderdaad... Groeihormonen in, omdat... Ja, nou ja, kijk, koeien worden heel snel heel groot, hè, natuurlijk, hè. Ja. Dus die... En wij zijn natuurlijk geen koeien. Nee. Wij zijn mensen, we hebben onze eigen melk. Ja. Het is een beetje raar om koeienmelk te gaan drinken, natuurlijk, ja. Terwijl je eigen melk hebt. Is ook heel gek. Mensen neemt dat nog steeds groeihormoon in zit in de melk.
Ja. Ja, en wij kijken, geen enkel beest is opgegroeid, dus drinkt melk. Nee. Alleen baby's drinken melk. Ja. Dus je blijft een beetje baby, hè, eigenlijk, hè, als je alsmaar melk blijft drinken. Ja. Hi, babe. Hi, baby. Daar zeggen we ook heel veel. Hi, baby. Ja, ja, ik eet soms kaas nog. Nou, oh, vroeger moest je op school moest je verplicht melk drinken. Ja. Ik zweer het je. Je hebt stroommelk weer. Gaan we zeker weer Amerikanen weer gedaan weer. Ik weet het niet hoor. Nou, toen ik in Amerika woonde, toen was er een reclame door het hele land. En er stond op Everybody Needs Milk. Ja, dat bedoel ik. En toen is dat verboden. Hè? Want, ja, is verboden, want een hele hoop mensen kunnen niet tegen melk. Die zijn allergisch voor melk. Ja, logisch. Ja. Geloof ik in maag hoort niet melk meer, maar heeft geen genoeg enzymen voor om verteren nog. Ja, nou je hebt inderdaad, om melk te kunnen verteren heb je bepaalde, zeg maar, stoffen in je darmen nodig, ja, die alleen baby's hebben. Ja. Dus we houden altijd babydarmen. Ja. Het nog iets, ik zoek vegetarische eetenten, eigenlijk. Vegetarische eetenten? Of eco-tenten, of zie je heel weinig in Amsterdam. Nou, er zijn er wel. Je hebt de Vliegende Schotel. Waar is dat? In de Pijp. Pijp, waar is dat weer? Ja. Ik dacht de Lelystraat, als ik me niet vergis, maar dat durf ik niet te zeggen. Oh, daar zou je. En in een ander stuk van de Pijp is, dat was in de Jordaan, geloof ik, Lelystraat, ja. En in de Pijp heb je ook een klein tentje. Dat is ook wel leuk. En in de Frans Halsstraat heb je erin, geloof ik, een. Van Gans. En heb je op de Weteringschans. Heb je een lunch voor lunch tot 6 uur open? Dat is bij dat is ook zelfs als eco-winkel, of niet? Nee, dat is Decima heet het. Decima. Ja, dat zit een beetje zo schuin tegenover het Rijksmuseum. Ja, dat is. Er is ook een winkeltje onderin en zo. Ja. Dan kun je ook 's middags kun je daar lunchen. Oh ja. Zo'n zelfbediening is dat. Wauw. Ja. Dus er zijn wel een paar restaurants inderdaad. Ja. Ik vind het te weinig eigenlijk. Ja, veel te weinig. Voor Amsterdam, voor... Ja. Heel weinig. Ja. Ja, jong. Moet je weer zelf beginnen weer. Ja, nou... Ach, ja. Hoe moeten we aanpakken, meneer... Willem? Nou, ik denk als iemand met een goed restaurant begint, een biologisch restaurant, dat het goed zal lopen hoor. Ik denk dat de belangstelling alleen maar groter is. Ja, kijk maar, hoe Noordermarkt en Nieuwmarkt product koop en... Vlakbij de Noordermarkt is ook een restaurant. Ja? Op de Prinsengracht, dat heet geloof ik de Bolhoed. Bolhoed, ja. Ja, ja. Oude Fransje Groot, ja. Ja. Ja, dat zijn er wel een paar hoor. Ja. Ja, ik bedoel, je zet hem ver weg uit het centrum, een beetje. Ja. Je zit Eilandsgracht, er zit ook een heel groot supermarkt, eco-supermarkt. Ja. Ja, dus hoe is daar niet eentje neerzet? Van super eitent daar? Ja, nee, ja, ik zou het niet weten. Nee. Vreemd. Nou, dat is niet zo ver van de Noordermarkt af. Hè? Dus daar zit, vlakbij zit daar dus inderdaad de Bolhoed. Ja, ik bedoel, Eilandgracht is ook eco-supermarkt. Heel grootste in Nederland. Ach, kop op. Die zegt, laat ze maar lullen met dat macrobiotische eten. Dat is niks. Hè? Nou, ik wil ook, ik weet heel gezien, als dan ook, hoe heet dat, Jamaica muziek, hoe heet dat,
rasta eten. Moet ook makbiotisch zijn. Nou, kijk, bedoel, iedereen moet gewoon eten wat hij lekker vindt. Ja. Snap je? En als je, het gaat erom hoe je je wil voelen, hè? Dat is alles. Ja, elke eten soms vis thuis. Zo. Ja. Ach ja. Ik wil er een keer ook een keer tot eten, maar boos met lekker visje bij. Ach ja. Jij, nou, jij eet geen vlees meer, alleen. Ik eet vis wel, ja. Ja. Ja, ik heb vandaag nog een lekker haringtje gegeten. Op roggebrood, heerlijk. Roggebrood? Ja, roggebrood met haring. Ja, lekker hoor. Ja. Oké. Okay. Oké, jong. Tot ziens. Goed. Hey, smakelijk eten. Ja. Mmm. Pang, kom, pang. Met Willem. Ja, hallo, goedenavond. U spreekt met. Ja, ik weet het even niet meer. Doei, doei. Hé, is hij zijn naam vergeten? Ja, dat kan gebeuren natuurlijk, hè. Ja? Ja, hallo, je spreekt met vader Abraham. Ach, kijk. Ik wilde even zeggen dat ik gek word van al die smurfen om me heen steeds. Hmm. U niet dan? Nou, ik braad ze gewoon, hè. Want het smurfenlied heb ik nou al zoveel jaren gezongen en ik word er nou wel een keertje gek van. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Maar goed, ik ga weer ophangen. Oké, okay, jong. Doei, doei. Doei. Heerlijk, gebraden smurf. Nou, verrukkelijk. Oh. Ja? Ja, hallo, je spreekt met Jan van den Akker. Ja? Ik wou nog even heel snel zeggen dat ik genoten heb van de uitzending. En, nou ja, beter kan die gewoon haast niet, hè? Dus, het beste en hopelijk tot de volgende week. Oké. Okay. Doei. Doei. Nou, ik vond jullie bijdrage ook heel erg leuk, moet ik zeggen. Oké. Okay. Nou, schatten. Ik zou zeggen, hartelijk bedankt. Veel plezier. En tot de volgende week. Doei. Ben ik er volgende week? Ja, ik ben er volgende week hoor. Ja, ja. Even de agenda trekken, ja. Ik ben echt blij met Ridder Radio, zegt Urs 13. Ja, ik ook. Heerlijk. Joe!